Ook bij de Belastingdienst trekt het personeel weg. Dit bevestigt Roberto Joval, voorzitter Bond Personeel Dienst der Belastingen. De vakbondsman sprak journalisten gisteren nadat de vakorganisatie een brief overhandigde aan de directeur van Financiën en Planning ten aanzien van het wegblijven van hun extra beloningen. Joval zegt dat vele medewerkers door teleurstelling over hun salaris op zoek zijn naar beter betaalde banen en opties. Je kan werken aan capaciteitsversterking. Ik weet niet wat ze bedoelen met capaciteitsversterking. De afgelopen tijd zijn er wel sollicitaties geweest. Maar het moment dat mensen solliciteren en ze horen hoeveel ze gaan verdienen, blijven ze gewoon weg. Dus ze moeten het probleem bij de belastingen eerst oplossen, alvorens ze mensen kunnen aantrekken. Dus de salarissen voor de mensen zijn niet zo aantrekkelijk? De ambtenaren. Qua bezetting, hebben jullie een overzicht van hoeveel mensen dus de afgelopen tijd ongeveer weg zijn gegaan? Het totaal heb ik, ik heb er geen zicht op. Maar elke maand gaan er mensen weg. Joval geeft aan dat het wegtrekken van personeel duidelijk voelbaar is op de werkvloer. Deze werkdruk zorgt voor het inefficiënte innen van belasting voor de staat. Als je resultaten wil bereiken, ga je moeten investeren. En als je ambtenaren hebt die gedemotiveerd zijn, ambtenaren die naar het werk moeten komen, terwijl ze niet weten hoe de kinderen moeten eten, of hij niet weet hoe zijn kinderen moeten eten. Hoe wil je dat mensen presteren? Terwijl mensen met zoveel zitten. Toch dus, men moet eerst kijken, wat is het probleem? Waarom ik niet zoveel in? Alvorens je met de wijziging gaat komen. Die bijna op niets slaat. De vakbondsleider stelt dat de demotivatie zodanig is dat het doorwerkt bij andere collega's. Een betere betaling en structuur bij de Belastingdienst zal volgens Joval zorgen voor het beter innen van belasting.